uit Gip. Wat heb je? Ja, dat weet je nog niet. Vraag hem ook af. Oh. Uur 99. Kijk eens wie erbij is. Ik ben er weer, hè? Hey. Ook weer even op pad. Hij is weer wakker. Nou, wakker is een ander verhaal, maar ik ben er wel. Goed je weer even te zien. Ja, man. Even lekker, hè? Even gewoon oude krentenbrood, even geen spanning, ja. Even gewoon... Ontspannen, nee. Onthaasten, zeggen ze in deze. Ja, onthaasten hoor ik net. Surinamers, Surinamers. Oh, Surinamers zeg dat. Omdat ik bezig ben, werk ben en tegen de jongens zeg van, kom op, hoort het, help me eventjes mee. Ja, maar hij is een Antilliaan, die onthaast ook. Dan zeggen hun niet tegen me van, hey Alex, je moet gaan onthaasten. Onthaasten. Onthaasten? En jij bent nu aan het onthaasten? Ja. Nou, ik ben eerst nog even aan het onrusten. Onthaasten? Onthaasten, sorry. Nou, ik werd alleen maar zenuwachtiger van die man. Ik ook. Kom mij eigenlijk niet zo heel veel... Jullie willen jullie troepen opnemen, laten het lekker allemaal op die brug liggen. Ja. Hallo. Gaat hij het over zijn eigen vrouw hebben? Ziet hij dat ik een camera op hem richt, gaat hij het over een heks hebben? Ja, ik zal de link even doorsturen. Stop. Wat heb je? Een fiets. En nog iets. Een mooie fiets. Mooie gedaan. Thuis. Wat dan? Die is te klein. Die wordt al bijna voor Noah. Ja. Voor Roxy. Nou, die gaat niet op zo'n fiets. Baby's kunnen niet fietsen. Nee, kijk, er zit hier een staalborstel. Oh, je kan hem gelijk schoonmaken. Je kan hem gelijk schoonmaken, Dan. Dus Daan, ik wens je heel veel plezier zo met het schoonmaken van de fiets. Duurt 40 uur, denk ik. Je eerste worp, Daan. En je hebt gelijk iets gaafs. Hij mag niet meer mee hoor nu. Nee, als hij alleen maar beter vindt. Hij vindt alleen maar gave vondsten. Als hij alleen maar gave vondsten vindt, dan staan wij een beetje voor joker. Ja, maar meestal is het andersom. Meestal sta ik voor joker. Oh ja, maar nu wij. Want nu heb jij iets heel gaafs gevonden. Kijk, dit is een oude kooltjestang. En zie je wat het zijn, daarbovenop? Nee. Het zijn klauwen. Dat zijn handjes. En die handjes die kunnen dan een kooltje vastpakken. En dan kan je dat onderin een treefje doen en dan kan je je voeten warm houden. Dat is een hele oude vondst dit. Van 19? Nee, ja, begin 1900. Dus 120 jaar oud misschien wel. Ja, dat is ook wel leuk, hè? Een olifantje. En aan de andere kant staan ook allemaal dingetjes. Geen moer idee van wat het betekent. Ja, ik zit vast. Maar ik vind hem wel leuk. Hey, ook ja. Heb je nieuw huis gekocht? It's a key! Glenn, heb je nieuw huis gekocht? Zou het niet waar zijn? Pipo moet weer piezen. Niet vrijwillig, nee. Kijk eens wie er is aangeschoven! Hallo! Mijn Alfies! En er ligt niks, dus we schuiven door. Nou ja, je bent met een stel vieze man op pad, dus... Maar kijk maar. Strijder, hè? Lijkt alsof je apenpokken hebt. Ja, heb ik ook. Smerig, zit achter je. Mijn vriend. Ja, maar die moet straks toch weer in bad. Lekker joh. Haal het maar naar boven. Het is net touwtje trekken dit, hè, Daan? Hey, wat heb je? Een computer. Vooroorlogs... Nee, is een iMac. Even terughalen. Hey, is een iMac. Daan, wat heeft Glenn daar gevonden? Mooi, joh. Een mes. Team baas. Hey, klokkie! Een Monaco meur. Monaco? Een Takeuien Monaco. Is dat ook een goed merk? Helemaal vol met water. Dat is een wel kinkje natuurlijk, hè? Knorpetje. Ik kan niet focussen zo. Ja. Schat, wat ik... Dat zie je zo vanaf de appels in mijn mond. Dat is echt knorren voor je. Schat, kijk eens wat ik voor je heb gekocht. Hij is leuk. Nee, wat dan? Schijnbaar kun je mannen dwingen. En dan gebeurt dat vanzelf. Nou, ik... Finding Nemo. Leuke nieuwe oorbel, Bart. Finding Nemo. Bart. En wat heb je gevonden?
Sieraden. Zo, nee, joh. De tijd is uitdaan. Moet je kijken. Laat kijken. Dit is nog zwaar ook. Ja. Ja, het is papa, het zijn mijn sieraden. Ja, dit zijn jouw sieraden dan. Nou, maar eerlijk gevonden. 8, 5, 8. Nee, joh. Ik was gewoon even aan het spuiten. Ik dacht, misschien zit daar nog wel geen oogjes open. Wat mooi, man. Je hebt gewoon gouden sieraden gevonden, Daan. Hey, Glenn. Kijk of hij niks eruit heeft laten vallen. Ja, hier, kijk. Hier. Ik heb gewoon sieraadjes. Hier, een ring met een kruis. Is er nog meer uit te vallen? Ja, deze. Ik zat al te kijken of het echt is. Gouden sieraden gevonden. Gouden. Oogjes ook open. Maar het zijn wel twee leuke oorbelletjes. Ja, het is echt leuk. Kijken of hij niet meer heeft laten vallen. Er staat hier wel wat op, maar ik weet niet wat het is. Ik keek even. Ja, hier, daar nog één. Wie is deze van mama wel heel mooi, hoor. Ja, maar mama krijgt die niet, want het zijn mijn sieraden. Ja, maar ik bedoel, nou, kijk. Je moet even goed kijken of er niet meer uitgevallen is. Die gozer hebben al de mazzel, hè? Nou, niet te doen dit, hè? Ja, leuk, hè? Vind wel leuk. Hé, hey, Daan. Waar had je dat uit? Toppertje, hè? Ik vind gewoon gouden sieraden. Laat eens kijken het hele doosje. Wow. Is dit nou Bartje Hanekam? Dit is Bartje Hanekam. In de plaats van Bartje Goud. Is het nou Bartje Hanekam geworden? Ja, schat. En je zit bij de... Ja. Je zit bij de... Bij de Bikerboys, hè? Bij de Bikerboys. Ja. Bikerboys. Gevaarlijk, hoor. Lekker, hoor. Sieraden, kluizen, weet je wel. Ja. Jongens, ik ga afscheid nemen. Ja, ik ook. Ik ga naar huis. Glenn, bedankt voor de gezelligheid. Het was echt veel te lang geleden. Maar dat ja. Is natuurlijk 1001 redenen voor die... Bart probeert gelijk alles in te halen. Die Bart gaat de keer. Gelijk... Ja, joh. Ja. Bart is, die stopt nooit. Strijder, jongen. Hey Bart, wat heb je trouwens een mooi shirtje? Ja, hè? Ja. Heb je die zelf laten maken? Klok. Oh, klok. Ja, klok. Ja, klok. Zie je? Oh ja, klok. Zie hier, zie je? Sorry. Nou, daar is het al een Beretta. Bedankt voor de gezelligheid. Jullie bedankt. Daniel, bedankt dat jij eigenlijk de winnaar van vandaag was met de topvondsten. Ja, hè? Jij was echt wel. Echt de topper vandaag. De en ik moet zeggen, hij heeft vandaag voor het eerst ook echt heel serieus gemagneetvist. Ja, best wel, ja. Mooi. En daarom heeft hij ook gewonnen. Klik op het knopje, op het belletje, op het duimpje. Like en deel voor de volgende keer. Like en deel voor niet de volgende keer.